Welkom, het is maandagavond 9 uur. Dus zoals u gewend bent van ons tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama. Van harte welkom. Er wordt wel eens gesteld dat de temperatuur op aarde elke keer weer stijgt vanwege klimaatsverandering. Klimaatverandering, als we even gaan kijken wat klimaatverandering is. Klimaatverandering is de verandering van het weer of het klimaat over een bepaalde periode. Dit heeft groot effect op mens, maar niet alleen op mens, ook op de natuur. En wordt veroorzaakt door verschillende natuurlijke en menselijke oorzaken. Waarvan, let wel, waarvan de mens het belangrijkste is. Suriname behoort tot de groep van 10 meest kwetsbare landen in de wereld voor wat betreft de negatieve effecten van klimaatsverandering. Inderdaad, ja, u hoort het goed. Suriname, mijn land, uw land, ons land. Wat zijn de effecten voor Suriname als we het hebben over klimaatsverandering? En hoe gaan wij als land ermee om? Daarom hebben we gemeend om vanavond in deze aflevering van Opinie het te hebben over klimaatsverandering. De gasten voor vanavond zijn Winston Lakin, ambassadeur milieuaangelegenheden voor Suriname. Lakin is van 2010 tot 2015 de minister van Buitenlandse Zaken geweest. Daarvoor heeft hij op de ambassade van Suriname in België, Brussel, gewerkt als ambassadeurraad. Verder heeft Lakin de functie van eerste secretaris mogen bekleden op de Surinaamse ambassade in Brazilië. Vanaf 2017 is hij de ambassadeur voor milieuaangelegenheden op het kabinet van de president en is thans raadsadviseur van de president. Kijkers, Winston Lakin. Cedric Nelom, waarnemend algemeen directeur NIMOS. Nelom heeft een achtergrond in milieuwetenschappen en ontwikkeling. In zijn loopbaan heeft hij in Amerika en Suriname gewerkt, zowel in de private als de public sector. Nelom is vanaf 1999 verbonden aan het NIMOS. Thans bekleedt hij de functie van waarnemend algemeen directeur op dit instituut. Kijkers, Cedric Nelom. Welkom heren. Links van mij zie ik ambassadeur Winston Lakin. En ik zie ook hier bij mij zitten vanavond waarnemend directeur van NIMOS is dat, hè? Ja. Dat is dus de heer Nelom. Welkom, heren. Dank u wel. Om te beginnen met de deur in huis te vallen, we hebben het vanavond over klimaatsverandering. De meeste mensen zien het als een grap, hoor. En soms gaan we er heel lichtjes over. Maar merken wij wel wat van klimaatsverandering hier in Suriname, heren? Nou, bedankt voor de gelegenheid. Het is heel belangrijk natuurlijk als we kijken naar wat klimaat en het milieu in de ruimste zin des woords betekent over het algemeen en in het bijzonder voor Suriname. Waarom zeggen we in het bijzonder Suriname? Omdat naast de dreiging die u noemde, dat Suriname daadwerkelijk een van de meest tien bedreigde landen is vanwege onze lage kustlijn. En alle negatieve gevolgen die ervoor zorgen dat de zeespiegel stijgt, betekent een absolute dreiging voor ons als Suriname. 80% van onze productiegebieden liggen exactie in dit gebied dat geraakt kan worden indien er geen wijziging plaatsvindt van gedrag van mens. U noemde het heel correct. Elke keer wanneer er een absolute storing is tussen het evenwicht, heeft de mens ermee te maken. We merken nu bijvoorbeeld wat er gebeurt nou, als het nou weg naar zee is, als het Koroni is, als het Nikeri is, maar ook als het het binnenland is. Als we kijken naar de status, de condities van landbouwgronden van onze binnenlandse mensen, wat er allemaal gebeurt. Als we kijken naar wat er gebeurt in de agrarische sector bij grotere en snellere toegang van zeewater, zoutwater, onder andere in productiegebieden als Nikeri, waar rijst en bakoven fundamentele onderdelen zijn van onze economie en die geschaad kunnen worden hierdoor. Daarnaast werken we ook gewoon aan
hitte over de dag, hoewel we over regen. Vroeger kon je meten exactly de datum wanneer de kleine regentijd zou beginnen op de grote regentijd. Ja. Waardoor boeren vooral konden plannen, hey, nu moet ik zaaien, nu moet ik oosten, nu moet ik dit. Dat is weg. Dat zijn wijzigingen. En voor ons heeft het twee dingen. Aan de ene kant die dreiging vanwege je lage kustlijn. Maar ook aan de andere kant het gegeven dat we het meest met tropisch bebost land zijn in de wereld. Tropisch regenwoud, voor meer dan 93% is Suriname bebost. En dat maakt ons, geeft ons een leader position on that. Dus ja. Het heeft zijn voordelen, maar aan de andere kant zijn er ook directe nadelen voor wat betreft het klimaat gebeuren. Ja. Meneer Nelum, van uw kant uit, merken we. Ja, nee, als u maar de afgelopen 10 jaar bijvoorbeeld nagaat, wat voor incidenten we als land hebben gehad. Ik noem daarbij de overstromingen in het binnenland. De meest recente was, dacht ik, nog in 2012. Het zijn incidenten die in een vrij korte periode, dus vaker zijn voorgekomen. En dat was allemaal ook al voorspeld. Eigenlijk sedert 1999, rond 1999, heeft men dat voorspeld. Dus wat wij als land moeten doen is op, ons daarop voorbereiden. En hoe doe je dat? Je gaat zeker jouw instituten moeten versterken. Want ambassadeur Lakken heeft dat net aangehaald dat als we kijken bijvoorbeeld naar de landbouwsector. Je kon voorspellen vroeger, weet je, wanneer de kleine regentijd begint en de grote regentijd. Nu ga je inderdaad heel nauw moeten volgen wanneer dat soort dingen gebeuren en dat ook communiceren met de sectoren. En dat is dus waar we naartoe moeten gaan als land, onze instituten versterken. Maar we zien het, we hebben overstroming gehad in het binnenland, maar we hebben ook gezien dat als we kijken naar Paramaribo, of althans onze urbane gebieden, dan zien we dat daken die wegvliegen, weet je, wanneer we een bepaalde weersomstandigheden voor de kust hebben. Dus dat soort zaken zie je dus vaker gebeuren. Beide van jullie hebben daarnet aangegeven dat 93% van ons land uit bos bestaat. Hè. Toen ik het voor het eerst hoorde, moest ik even erom lachen, want ik dacht van nou, dit kan toch niet waar zijn. Maar inderdaad, later begin je het beter te beseffen van werkelijk, we zijn het groenste land ter wereld. Is ook weer een van de dingen dat wij als Surinamers, hoor, een beetje, vind ik, ook een beetje licht mee omgaan. Maar laten we dat even, dus die discussie even pareren. Maar om te komen weer bij het groenste land en 93% bosheren. Wat doen we eraan om het zo te behouden? Dat is misschien één kant. En natuurlijk, wat doen we nu eraan? En wat zijn we, moeten we in de toekomst doen om het groenste land te blijven? Belangrijk. In dit verband heeft het staatshoofd een hele belangrijke beslissing genomen. Dat was november 2017 bij de UNFCCC-conventie in Bonn, waar Suriname een heel groot gebaar gemaakt heeft naar de wereld, waar we gezegd hebben dat we onze leadership position wilden behouden door het groenste land te blijven in de wereld. Twee, dat we ook een van de landen willen blijven, een van de weinige carbon-negatieve landen. Dat wil zeggen dat we niet bijdragen of zullen bijdragen aan verdere verwarming van wat er gebeurde op de aarde. En dat we gezegd hebben dat we dit willen behouden, niet alleen maar om onszelf, omdat we weten dat het een absolute bijdrage is voor het in stand houden van leven op aarde. Want door 93% bosbedekking is het zo dat we heel wat greenhouse gases vasthouden, maar op hetzelfde moment hebben onze bossen, en meneer Nelum kan straks daar iets dieper op ingaan, hebben een hele belangrijke functie dat we vasthouden, maar ook uitstoten, dat we een regulerende rol hebben. En dit doen wij nog voor het bestaan van de milieuconventies. Dus het gedrag van Suriname over de afgelopen decennia met haar environment in de ruimste zin is niet zo slecht geweest, anders hadden we niet een nummer 1 positie. En we praten over 93%, dat willen we behouden, maar het is meer dan 93%, maar we houden rekening met een aantal
economische ontwikkelingen die nog moeten plaatsvinden. En onze absolute uitdaging is waar vinden we het evenwicht tussen environment en development. We hebben gezegd we willen het houden, maar we kunnen het niet alleen. We hebben aan de wereld gezegd, Suriname wil dit doen onder voorwaarden. Want mensen denken, hey, we hebben gezegd 93%, no maar mag kap nog een boom boren niks, maar is niet waar. We hebben gezegd, kijk, dit willen we doen wereld, maar we hebben nodig technische samenwerking, expertise, politieke samenwerking binnen en buiten de grenzen in het internationale, financiële samenwerking en duurzame partnerschappen. Onder die condities denken we dat het ons gaat lukken om dit vast te houden wat de wereld in leven blijft houden. Geweldig, geweldig. En op die 93% inderdaad, hoe we dat in stand houden. Een van de zaken die we gaan moeten doen, en wat thans heel weinig gebeurt, is dat we wat we noemen gaan rehabiliteren. Dus if je kotabong, als je ontbost ergens, moet je gaan rehabiliteren. Wat wil zeggen dat je probeert de omstandigheden die er voor de economische activiteiten er waren, dat je die omstandigheden eigenlijk probeert na te bootsen. Of zo dichtbij mogelijk te komen. Mm-hmm. En dat is wat we de komende tijd zeker gaan moeten doen. En daarvoor heb je weer dus die versterking van die instituten nodig. Want je gaat een goede, wat wij noemen, monitoring systeem moeten hebben. Je gaat moeten volgen wat mensen doen. En hoe ze dat doen. En ook richtlijnen geven hoe dat gedaan moet worden. En daarvoor heb je inderdaad technische assistentie nodig en financiële middelen. Maar het is te doen als land. Waar we ook naar kunnen kijken als land is zeker gaan naar duurzame economische activiteiten. Zaken als natuurtoerisme bijvoorbeeld. We gaan dat veel meer moeten gaan promoten. We hebben het product ervoor. Alleen moeten we dat ontwikkelen en goed kunnen ontwikkelen. En daarvoor heb je inderdaad ondersteuning nodig. Ja. En dat is waar we naartoe moeten gaan. Activiteiten zodanig creëren dat we minimale effecten hebben op het milieu. Ja. En daarvoor gaan we eigenlijk. Om even stil te blijven staan bij dat stukje business, hè? Want we hebben 93% bos. Ongeveer 93% bos. Ik zeg dat is iets meer zelfs. We zijn het groenste land in de wereld. Maar even dat stukje business voor Suriname. Levert het ons nu al iets op? Want we zijn het groenste land, het is mooi en prachtig. Maar levert het mij iets op als land nu? Levert het ons iets op? Kijk, er zijn stappen gezet en het is niet nu. Waar je kan zeggen, ons milieu levert ons iets op. Iets is op. Bijvoorbeeld toen de beslissing genomen is om 1,6 miljoen hectare, dat is het Centraal Suriname Natuurreservaat, te geven aan de wereld als een gebied. We hebben gezegd, hé, daar komen we niet aan, dit wordt behouden voor. Daar is er een structuur voor een fonds waar je kan aankloppen, voor projectfinanciering die ervoor moet zorgen dat je elke keer weer in de relatie blijft van het duurzame van het milieu. Dus dat zijn concrete dingen. Daarnaast hebben we in de afgelopen periode, want het gaat niet altijd om dat geld, hebben we de gelegenheid om mensen te trainen. Een hele noemde, oh, dat is een preconditie. Dat je sterke instituten hebt en een capaciteitsversterking van je mensen in die richting. Van hoe ga je om met wat komt uit de milieuverdrag, wat zijn de verplichtingen. Dus er hebben heel wat trainingen plaatsgevonden op verschillende beleidsgebieden, ook bij de private sector. Maar capaciteitsversterking bij onder andere het ministerie van LVV, NH, RO, zijn heel belangrijke processen die ons in staat moeten stellen straks. Om dat wat je straks moet gaan kunnen kapitaliseren met je natuur, dat je daar een beetje meer grip, zicht en controle over hebt. Ja, op die manier. Oké. Dan gaan we even verder met Suriname natuurlijk. Want hoe kwetsbaar, vraag ik me af, hoe kwetsbaar is Suriname voor de gevolgen van klimaatsverandering? Want ik wil zeggen, Suriname is in de top 10 van landen die dat kwetsbaar is. Maar hoe kwetsbaar precies? Wat bedoelen we precies? Enorm kwetsbaar. Als we kijken naar waar we wonen, dus als Surinamers, zie je dat, en ambassadeur Lakin die noemde het eerder, dat 80% van de economische activiteiten in de kuststreek zitten. Dus Suriname eigenlijk is dit deel, dus eigenlijk de kustvlakte. We zijn laag gelegen.
Een van de dingen die wij heel weinig, of althans dat heel weinig bekend is bij Surinamers, is dat de meeste orkanen eigenlijk voor onze kust, weet je, zich ontwikkelen. En dat ze dan richting dus het Caribisch gebied gaan. Vele mensen weten dat niet. Dat wist ik ook niet. En dat is het beste eigenlijk plek waar je ook een soort van weerstation zou kunnen plaatsen. En dat zijn zaken waar we, weet je, veel meer gaan moeten kapitaliseren. Maar als we kijken naar een studie die gedaan is, dacht ik in 2008 door de Wereldbank, dan zie je dat de economische activiteiten, dus omdat we veelal in de kustvlakte zitten, onze infrastructuur, landbouw, weet je, ze is allemaal kwetsbaar tegen die één zeespiegelstijging. Maar ook tegen de weersomstandigheden. We hebben het gezien met de daken die wegvliegen, noem maar op, en dat soort zaken de afgelopen jaren. Dus kwetsbaar, ja, het is het. Wat wij thans moeten doen is kijken hoe wij dus richting het zuiden gaan. Als, weet je, als het gaat om urbane gebieden. Waar we gaan wonen, waar we bepaalde zaken gaan opzetten. Dat we veelal meer naar het zuiden gaan in plaats van dus naar de kustvlakte of naar het noorden. Ja. En dan komen we dan bij de mangrovenbomen natuurlijk en voor de kust. Ja. Ik weet dat, professor Harp, professor Naipaal is dat, ja, sorry, mijn verontschuldigingen, professor Naipaal bezig is met een project, hè, van de mangrovenbomen. Ja. Voor de mensen die het toch even nog steeds niet snappen. Maar hoe belangrijk zijn die mangrovenbomen eigenlijk nog voor onze kust? Want u zegt mij, als 80% van Suriname leeft, woont en werkt in het kustgebied en die mangrovenbomen daar staan, hoe belangrijk is dat in principe nog? Nou, de mangrovenbomen die zijn heel erg belangrijk. Als je kijkt zelf naar de bomen en naar een wortelstelsel, daar zie je dat, weet je, de wortels vrij diep in de grond gaan en eigenlijk grond vasthouden. Dus als je dat weghaalt, dan weet je dat het water vrij spel heeft om grond dan los te krijgen. Verder is het ook een gebied waar je veelal dus vogels hebt, dierensoorten, vissen. Dus hij draagt bij ook aan de economische activiteit in een bepaald gebied. Verder hebben we gezien dat bijvoorbeeld de weg naar zee, we daar een imker hebben die, weet je, die daar bij het teelt doet. Dus daar ook kan je een andersoortig economische activiteit ontplooien. Verder is het zo dat als je kijkt naar de gebieden in de wereld waar dit soort mangroven bossen voorkomen, dat het ook heel vrij weinig gebieden zijn. Suriname heeft één. We weten in Azië komen er ook een paar soorten voor. Dus op zich is het een type dat niet overal te vinden is. Waardoor dat inderdaad heel erg belangrijk is. Yeah. De andere functie van het bos is, en ambassadeur Lakendi heeft dat aangehaald, is dat onze bossen, die gassen die klimaatverandering teweeg brengen, dat eigenlijk de bossen die gassen opvangt. Hè? En als je dus je mangrovenbos wegkapt, dan heb je die functie dan ook verloren. Ja. Wat betekent dat je een uitstoot hebt. Dus je vangt niet op, maar je stoot nu uit. Maar we hebben het even, om even in te haken. De mangrovenbos, je hebt vaak gehoord van jouw dienen mangrovenbomen te hebben voor de kust. Maar die mangrovenbomen zijn er toch voor de kust? En als ze er niet zijn, wie haalt ze weg dan? Want dat stuk mis ik altijd. Want er wordt vaak gezegd, toch, er moeten mangrovenbomen voor de kust zijn. Maar ik ga ervan uit dat ze er toch daar zijn en ze daar moeten blijven. Of zijn er mensen die ze weghalen? Het gebeurt door ongeplande ontwikkelingen. Wat belangrijk is dat we een goede afstemming hebben. Met name tussen de planningsinstituten en de economische instituten. In de zin van het ministerie van RGB bijvoorbeeld. Die moet goed kunnen afstemmen met LVV. LVV, we gaan naar dat gebied, of LVV, ik ga naar dat gebied.
wat kunnen we daar doen of wat kunnen we daar tegenkomen. Dus dat soort afstemming moet je hebben. Wat mogen we niet daar doen? En wat mogen we ook niet daar doen. Dus dat zijn de dingen die moeten gebeuren. Verder is het zo dat je ook, en ik blijf erbij hoor, dat je zodra je wetgeving hebt, wetgeving is niet alles. Je moet wetgeving ook kunnen monitoren. Je moet het ook mensen erop kunnen wijzen dat ze het naleven. Ja. En hoe doe je dat? Door alleen een goede controlemechanisme te hebben. Ja. En als je dat niet hebt, dan ben je even ver van huis. Dan kan je liever een papieren tijger hebben. Ja. Weet je? Dan het andere niet te doen. Een kleine toevoeging over de rol van mangroven. Ja. Wat mangroven doet, is met betrekking tot het vasthouden van carbondioxide. En er zijn ruwe schattingen die aangeven dat ons bos, waar mangroven een heel belangrijke rol in speelt, iets van 13 gigaton zou vasthouden. En er is een nieuwe trend in de wereld waarbij carboncredit naar een stockmarket gaat. Dus voor Suriname is het een hele belangrijke uitdaging, een proces waar we heel goed naar moeten kijken. Op welke wijze kan je dit wat je hebt zodanig kapitaliseren dat je naar de internationale financieringsmarkten kan gaan en zeggen, kijk, dit hou ik vast, dit is de waarde ervan, zoveel heb ik nodig, die structuren. Daar werkt men nu aan als er nou in een Green Climate Fund is of in GEF-middelen of UNFCCC. Er wordt gekeken ernaar. Want landen doen het al. Costa Rica is misschien een voorbeeld ervan. En de vraag is nou, wat is van ons waar exact? Meten is weten. Dus we moeten weten wat is de status van onze environment. Wanneer ik wil gaan naar de markt en ik zeg 1 ton carbondioxide die ik vasthoud vanwege de kwaliteit van mijn bossen, is niet die $5 die jullie betalen aan land A of B, maar ik wil er 40, 50, 60, 70, 80 $ voor hebben. Dat is de echte waarde van het ding. Maar we moeten vooraf precies kunnen weten wat het is. En wanneer we deze technieken ontberen, dan zijn we concreet bezig te praten met de IDB, de UNDP, help ons met deze technologie, met dit onderzoek, capaciteit voor checken, technische samenwerking, zodat ik kan weten wat is mijn bos waard, wat is mijn water waard, wat zijn mijn ecosystemen waard, wat is de waarde van mijn biodiversity. Daarmee wil ik gaan dealen en daarmee zijn we nu heel concreet bezig. Geweldig. Wanneer ik het woord broeikaseffect hoor, althans voor mij hoor, zullen me corrigeren als ik het fout heb, dan lijkt het voor mij een negatieve lading te hebben. Het lijkt voor mij altijd op een negatief woord. Maar wat is broeikaseffect eigenlijk? Nou, het is niet negatief. Broeikaseffect is een eigenlijk natuurlijk proces. Vindt al miljoenen jaren plaats. Wat je hebt is dus dat alle gassen die vanuit de aarde komen, die gaan dus de atmosfeer in. En die moeten ergens dus verwerkt worden. En binnen de atmosfeer worden ze inderdaad verwerkt. Maar wat je hebt, na dus de industriële revolutie, is dat we te veel gassen nu in de atmosfeer hebben geloosd, waardoor die capaciteit om het te verwerken, weet je, is gaan verminderen. Dus er is te veel in de atmosfeer om verwerkt te worden. Waardoor die zonnestralen die naar de aarde toe komen en teruggaan, vooral bij het teruggaan, heel moeilijk teruggaan, waardoor die warmte in dus de atmosfeer blijft. En dat is eigenlijk een verhoogde broeikaseffect. En dat is wat klimaatverandering dus teweeg brengt. Ja, ja. Maar als die warmte blijft in de atmosfeer, dan heeft die toch in principe een negatieve lading, of toch niet, no? Broeikaseffect. Ja, toch, want hij zorgt voor een verwarmde omgeving in de atmosfeer. Hij zorgt voor een verwarmde omgeving, maar omdat we veel meer gassen in de atmosfeer hebben gezet, heb je dus een verhoogd effect. Waardoor je, weet je, het wordt warmer of het wordt kouder. En het is dan niet meer aangenaam, weet je. Dus inderdaad, het heeft een bepaalde negatieve connotatie eraan, maar het is een natuurlijk proces. Ja, ja. Alleen moeten we gaan kijken als mens dat we minder gassen dus in de atmosfeer krijgen. Dus dat wil ik net zeggen, daar komt de mens weer kijken, weer als belangrijkste factor toch? In het geheel. Ja, ja, ja. Dat is een van de belangrijke dingen van het Parijsakkoord. Want het Parijsakkoord heeft als hoofddoel vooral die geïndustrialiseerde wereld zo ver te krijgen dat ze vanuit hun huidige productiesystemen
veel minder gassen de ruimte in, weet je, insturen, zodat dat niet toeneemt. Ze willen naar, terug naar 1,5%. Het is heel moeilijk te halen. En daarom zeggen we ook kleine landen als Suriname, deze conditions, we dragen niet bij daartoe. Maar de vraag is nu, die grote economieën, zijn ze bereid daadwerkelijk hun structuren zodanig aan te passen dat je niet meer zo zwaar bijdraagt aan het verhogen van, zodat die negatieve gevolgen komen. Een van de directe is zeespiegelstijging. Dus wij worden slachtoffer van handelingen die buiten onze invloedssfeer gepleegd worden. Ja, absoluut. Ja. U noemde dan het Parijsakkoord. Zijn er ook andere internationale conferenties waar dat Suriname bij woont? Ja, voor milieu er zijn de belangrijke zijn de Rio-conferenties. We hebben Stockholm, we hebben Basel, eentje die handelt over chemische stoffen. Biodiversity en de grote meeting die zijn er straks. Er zijn hele belangrijke conventies die terugvertaald moeten worden natuurlijk in nationale wetgeving, zodat we onze verplichtingen nakomen die we geratificeerd hebben in verdragen. Ik weet ook dat Suriname deel uitmaakt van de Caribbean Climate Smart Accelerator. Kunnen jullie ons iets daarover vertellen? Caribbean Climate Smart? Ja, Caribbean Climate Smart Accelerator. Alright. Waarnaar wordt gekeken is inderdaad, als je kijkt dus naar de bronnen, waar het gaat om gassen die klimaatverandering teweeg brengen, is dat de energiesector een van de grootste, eigenlijk wat wij noemen drivers is, hè? Dus de oorzaken van klimaatverandering. En wat we eigenlijk, of althans, wat wereldwijd de trend thans is om te kijken naar hoe wij hernieuwbare energiebronnen kunnen aanboren om weg te gaan van dus wat wij noemen fossiele brandstoffen. Benzine, noem maar op, dat soort zaken. Dat je wegstapt. Want uit die bronnen heb je veel meer dus uitstoot van die schadelijke gassen. En in dat kader wordt er dus ook gewerkt in het Caribisch gebied aan capaciteitsversterking, zowel technisch als financieel kijken naar hoe we landen kunnen bijstaan bij die transitie die er moet gebeuren. Hè? Dus van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie. Dus concreet bij ons hebben ze bijvoorbeeld gekeken hoeveel dieselgeneratoren zijn er in het binnenland, hoeveel diesel verbranden ze, wat draagt het bij, wat zou je moeten doen om dat te vervangen, welke andere energiebronnen, is er nou wind, zijn het kleine hydrofaciliteiten die energie voorzien die je in place moet hebben, want wij weten sowieso dat de wijze waarop dat nu die zware dieselgeneratoren gebruikt worden, dus dat we daarvoor policy in place moeten hebben om zoveel mogelijk daarvan af te komen. In 2015 deed Suriname ook een project met, ik denk in samenwerking met Conservation International. Is dat project succesvol afgelopen of afgerond? Welk project precies? Het is een project in 2015, de naam is me ontgaan, maar het is wel een project in 2015, weet ik nog, dat Suriname samen deed met Conservation International. Ik denk ook in het kader van klimaatverandering. Er zijn diverse projecten die we thans uitvoeren. Yeah. Projecten waarbij we inderdaad kijken naar beleidsmatige maatregelen die genomen moeten worden. We zullen straks in oktober van start gaan met wat wij noemen een technical needs assessment. Wat wil zeggen dat we zullen nagaan. Technisch, wat hebben we nodig om dat het fenomeen van klimaatverandering aan te pakken? Zowel op het gebied van wat wij noemen mitigatie, dus het tegengaan van uitstoten, als adaptatie. Adaptatie wil zeggen dus, wat doe je om eigenlijk je weerbaar te maken tegen klimaatverandering? En wat wij dus de komende tijd zullen doen is technisch in kaart brengen, of althans in kaart brengen technisch wat gedaan moet worden in Suriname op dat vlak. Dus er zijn op diverse niveaus zijn we bezig inderdaad met het uitvoeren van projecten. Maar dus zowel op beleidszaken, technische zaken als institutionele maatregelen die genomen moeten worden. Nou, we praten over Suriname, maar natuurlijk is klimaatverandering een issue van wereldwijd. Wereldwijd.
Wat zijn de gevolgen dat dus klimaatverandering gaat hebben of teweeg brengt of teweeg heeft gebracht of gaat brengen voor niet alleen Suriname, maar ook over de hele globe? Ik denk dat we het nu al zien. De orkaanperiode van het Caribisch gebied. Kijk wat gebeurt in Japan, in de Verenigde Staten, in Europa. In Nederland met temperaturen van 40 zoveel graden, ongekend in Frankrijk, Duitsland, Egypte, bosbranden die zo ontstaan. Dus zijn allemaal gevolgen van het veranderd klimaat. Dus het raakt niet alleen Suriname, maar de wereld heeft een serieus probleem. Vandaar dat men probeert middels conventies dit te reguleren. Wij zeggen het een beetje op een grappige manier dat de wereld, vooral de geïndustrialiseerde wereld, een verdrag nodig hebben gehad om hun gedrag aan te passen. Wij niet. Ons gedrag was correct, vandaar dat we 93% hebben gehouden. Dus vandaar dat we een andere discussie nog willen hebben wanneer het komt. Wat is de bijdrage van mijn milieu, mijn environment in ruimste zin voor humanity? Ja. Zo kijken we ernaar. Klopt. In Nederland. Nou, ik wil me helemaal aansluiten als we kijken dus naar wat er in Europa gebeurt. Ongekende temperaturen van dichtbij de 50 graden Celsius. Ja, 50 graden, Bas. Laatst nog was dat het geval in Europa. Ja, we hebben hier 38 dat we klagen, Bas. Laat staan 50. In Europa ook nog. In Europa nog erbij. Wat we wel moeten doen als Suriname is, indien we dat soort temperaturen hebben hier, hoe gaan we ons weerbaar maken? Wat zeggen we aan onze kinderen als we naar school gaan, als ze naar school gaan? Wat moeten ze doen? Moeten ze veel drinken? Weet je, dus dat soort zaken moeten we de komende tijd zeker in kaart brengen om mensen meer bewust te maken van hoe te reageren als we dit soort dingen tegenkomen. Want wie had ooit gedacht dat het binnenland, weet je, dat we overstromingen zouden hebben? Ja. Of soms dat je gewoon kan lopen over de rivier zo droog is. Hè? Precies. Wie heeft dat gedacht? Hebben we bij onze mensen, weet je, daarop voorbereid toen? Weet je, dus dat zijn de zaken waarnaar we thans moeten kijken. Hoe we echt ons weerbaar maken hiervoor. Want climate change is here to stay. Ja. Het gaat niet weg. Ja. Het gaat echt niet weg. Maar die Lakin zei het zo mooi. Ons gedrag was wel correct. Als Suriname, ons gedrag was wel correct op het gebied van klimaat. Ja. Maar kijken we naar de rest van de wereld. Vinden jullie, want uiteindelijk moeten er dingen gaan. Er gebeuren wel dingen. Maar vinden jullie dat er meer moet gebeuren? Of vinden jullie dat de wereld toch wel de goede kant op is om nou eindelijk die madness te stoppen tegen het klimaat? Vinden jullie dat de wereld de goede weg op is? Goede weg op kan gaan? We hebben gekeken naar onszelf. En we hebben gekeken wat we hebben. Wat willen we ermee? En hoe kunnen we samen bundelen? Suriname heeft een initiatief genomen. Dat helemaal past binnen wat u daar vraagt. We willen hier in februari volgend jaar een high level, dat wil zeggen op staatshoofdniveau, een conferentie houden van de landen die de soortgelijke milieucondities hebben als Suriname. Het wordt genoemd in het internationale HFLD, dat wil zeggen HFLD, dat zijn de High Forestry Low deforestation countries, dus landen met een hoog percentage bosbedekking en een heel laag percentage ontbossing. Dat willen we vasthouden, het is niet eenvoudig. Dus wat we gedaan hebben, en we hebben de afgelopen periode, dus vanaf Bonn, dan naar Vietnam, 2 weken geleden in Uruguay, overal waar we komen, waar het internationaal milieuplatform aanwezig is, brengen we onze boodschap. We hebben een initiatief genomen we vinden en het gaat in totaal, inclusief Suriname, om 11 landen. In onze regio gaat het om Colombia en Peru. Guyana, uiteraard, als deel van Guyana-schil. Frans-Guyana, als deel van het Amazone-oerwoud en ook van Guyana-schil, als we als gebiedsdeel zijn van Frankrijk. En verder gaat het om Panama, Belize. In Afrika gaat het om Gabon, Democratische Republiek of Congo. En Zambia en Zuidoost-Azië gaat het om Bhutan. Gaat zien op de televisie, is er elke keer een lijst van deze 11 landen die men noemt de HFLD countries. Nou heeft Suriname een initiatief genomen om ze allemaal te benaderen. Om ze te zeggen, laten we hier in Suriname als leader, nummer 1 voor environment in de wereld,
mensen bijeenbrengen, deze landen, en laten we de wereld vragen om een andere soort discussie te voeren wanneer het gaat om financiën. Want je kan niet van me verwachten als klein ontwikkelingsland in deze fase met de absolute uitdagingen die ik heb voor andere beleidsgebieden, onderwijs, economie, volksgezondheid enzovoort, om het levensstandaard van de Surinaamse burger te verbeteren, dat ik op hetzelfde moment hele grote infrastructurele werken moet gaan financieren die mijn kust moeten beschermen. We zien wat er gebeurt hier, weg naar zee, Leonsberg, Nikeri, Koroni. Mm. En die effecten zijn niet veroorzaakt door ons. Integendeel, soms hebben we het gevoel dat we gestraft worden omdat we ons goed hebben gedragen. Dus we willen een nieuwe discussie. Mm. En dit is wat we op tafel brengen. Dit willen we hier hebben. En we willen een Paramaribo Declaration waarbij Suriname een lead neemt on environment. Wereldkijk, dit hebben we de hele tijd gedaan. Dit zijn de andere landen die ook hebben bijgedragen. We joinen forces en willen een nieuwe discussie hebben over dit zet ik op tafel, dit heb je daar. Hoe vervul ik aan mijn SDG's? Hoe doe ik mijn duurzame ontwikkeling als ik dit en dit en dit niet heb? Dat is dat aan het doen zijn. Ik ga je eerlijk zeggen, het maakt me heel trots als ik hoor dat de Suriname in principe een grote rol gaat betekenen in het vervolg om hoe we wereldwijd omgaan met onze klimaatverandering. Dat is mooi om te horen. Maar het heeft ook te maken met verbeteren, veranderen van ons gedrag. Ja. Het is een preconditie dat we die kleine dingen die we doen, de wijze waarop we omgaan met ons milieu, you have to put your money where your mouth is en gedraag je nou ook anders naar betrekking tot je eigen milieu. Dat zijn dingen die we absoluut moeten gaan doen. We hebben iedereen nodig, bedrijfsleven, vakbewegen, civil society, iedereen moet beseffen dat milieu is not only your life, it is our survival. Dus we behoren er anders mee om te gaan. Mooi, heren, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Opinie. We zullen moeten afronden. Maar natuurlijk doen we het altijd zo dat de gasten iets meegeven aan die samenleving die nu kijkt. Als we het hebben over klimaatsverandering, bij wie mag ik beginnen? Nou, daar zal ik... Omdat ze al een heel belangrijk initiatief genomen hebben. Ja. Nou, een van de dingen die we kunnen doen als Surinamer is om ons af te vragen, wat kan ik bijdragen? Hoe kan ik me anders gedragen? Daar ik rekening mee houd, hoe ik omgaat met het milieu. We zitten als land in een positie waarbij we heel makkelijk dus de balans kunnen brengen in milieu en ontwikkeling. Hè? En dat is heel makkelijk te doen. Heel weinig financiële interventie om dat te doen. Maar we moeten wel ervan bewust zijn dat we dat kunnen doen. En wat we hebben. En dat is eigenlijk wat ik wil meegeven aan de Surinamer. Geweldig. Daaraan toevoegen dat een hele belangrijke voorwaarde om dit duurzaam te doen, is dat het moet een levenshouding voor ons gaan worden. En we zien heel graag dat het milieu met zijn uitdagingen, zijn voordelen, beter en scherper gekoppeld wordt in ons educatiesysteem. Zodat het van daaruit, misschien kunnen jij en ik niet meer veranderen, maar onze kinderen die veel bewuster moeten gaan worden, dat we op een heel vroeg, in een vroeg stadium beginnen, middels, en ik geloof best in ons educatiesysteem, dat je van daaruit bewustzijn voor het beter omgaan met je milieu, omdat dat ons laat leven en laat overleven. Geweldig, zoals jullie het hebben gehoord van deze twee terzakendeskundigen, echt op het gebied van klimaatverandering. Zoals jullie allemaal hebben gehoord, is dus klimaatverandering zeker iets om je druk over te maken, want het is veel dichterbij van je dan je zelf denkt. Soms gaan we ervan uit dat, ach, Asan Farah, Asana Noji Unu, maar zoals als we de heren horen, en wat 80% van Suriname leeft in het kustgebied en we zo laag nog bij liggen ten opzichte van de zeespiegel, dan is het zeker wel iets voor Suriname, maar ook te kijken in het totaalplaatje naar die aarde, hoe we uiteindelijk echt hiermee omgaan. Climate change zeggen ze in het Engels, klimaatverandering. Als u deze aflevering op de helft hebt gezien of hebt gehoord van iemand, dan raden we u aan om naar onze herhaling te kijken op de woensdag en de vrijdag telkens om 9 uur. Of zo niet, gaat u rustig naar onze YouTube-channel Nationaal Informatie Instituut. En dan zoekt u dus dan deze aflevering klimaatverandering van, of zoekt u het op en dan gaat u dan rustiger doorheen. Ik wens u verder een hele fijne kijkavond verder. Blijf u vooral kijken naar kanaal 8.3 GovTV als u echt op de hoogte wil blijven van wat er gebeurt in het land. Ik ben Ryan de Gama.
Goedenavond. Op die